Dank u, voorzitter. Ook namens de GroenLinks-fractie allereerst alle complimenten richting de indieners voor de totstandkoming van deze initiatiefwet. Ik ben blij dat ik er samen met collega's van de SP en de PvdA er aan de wieg van mocht staan. En ik ben heel trots op mijn collega's die vandaag in vak K zitten om de plenaire behandeling te doen. Voorzitter, al vaker heb ik het in deze Kamer gehad over de Nederlandse droom, die ervoor zorgde dat als je voor een dubbeltje was geboren, je als een Rijksdaalder kon eindigen. Die droom is inmiddels voor steeds meer mensen vervlogen. Nog deze week werd bekend dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dertigers slechter af zijn dan hun ouders. Met andere woorden, voorzitter, de hoop van mensen om vooruit te komen is steeds meer verdrukt. Dat komt bijvoorbeeld door de zogenaamde flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ik zeg zogenaamd flexibel, voorzitter, want laten we wel wezen. Sinds wanneer ben je flexibel als je niet meer weet of je morgen nog een baan hebt? Te vaak werken mensen via uitzetconstructies, omdat dat voor bedrijven makkelijker en goedkoper is. Te vaak krijgen mensen het ene tijdelijke contract na het andere of worden ze gedwongen ZZP'er. En te vaak worden mensen ongelijk beloond voor hetzelfde werk. Voorzitter, het is duidelijk dat er verandering moet komen. En deze initiatiefwet is een belangrijke stap vooruit. Wat ligt er op tafel? Stel je voor, je werkt bij hetzelfde bedrijf en je doet exact hetzelfde werk als je collega, maar jij bouwt veel minder pensioen op dan je naaste collega. Jij hebt veel minder vakantiedagen. Jij krijgt geen 13e maand, niet eens een kerstpakket. Voorzitter, deze oneerlijke situatie ondervinden inmiddels bijna 200.000 werkende mensen in ons land. Want die mensen werken via een payrollconstructie. Wat betekent dat? Dat betekent dat mensen gewoon werken in een winkel bijvoorbeeld, of in een restaurant, of op een school, bij een krant, ga zo maar door. Maar formeel zijn ze in dienst van een ander apart bedrijf, het zogeheten payrollbedrijf. En daarom krijgen deze payrollmedewerkers slechtere arbeidsvoorwaarden dan hun collega's. Voorzitter, deze situatie ondermijnt het principe van gelijke beloning voor gelijk werk en creëert ook nog eens verdringing. Bovendien, collega's hebben er net ook op gewezen, was payrolling hier eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. Payrolling is ook bedacht om kleine werkgevers te ontlasten van administratieve taken. Maar inmiddels is het voor de meeste bedrijven een manier geworden om hun verplichtingen richting werknemers te kunnen ontwijken. Voorzitter, de initiatiefwet die vandaag op tafel ligt zorgt voor gelijke rechten en gaat uitholling van arbeidsvoorwaarden tegen. En ook hier wil ik nogmaals benadrukken dat payrolling gewoon mogelijk blijft voor werkgevers die hun administratieve lasten willen verminderen. Met andere woorden, deze initiatiefwet repareert het payrollingsysteem naar haar eigenlijke oorspronkelijke doel.